De familie van James Ramlal mocht afgelopen dinsdag een huldiging in de vorm van een plakkaat in ontvangst nemen voor de bijdrage die hij geleverd heeft aan de ontwikkeling van de Surinaamse cultuur. Ramlal, die een Surinaamse dichter, cultuurman en vormingswerker was, is dit jaar een van de personen die is opgenomen op de NACS-iconenkalender. Ramlal staat vooral bekend om zijn inzet bij Carifesta. NACS had bij de lancering van haar iconenkalender reeds iconen gehuldigd, maar niet voor Ramlal. Lalita Adin, nichtje van Weilen James Ramlal, vertelde dat haar oom veel heeft betekend voor de familie en voor Suriname. Hij was eerst directeur van sport- en jeugdzaken in de jaren 80. Daarna hij was ook een tijdje directeur van Nola Hatterman Instituut. Jullie kennen dat wel, waar dat geschilderd wordt. Is Fort Zeelandia Complex is heel belangrijk. Heel veel kunstenaars zijn daar opgeleid van Suriname. Daarna was hij directeur cultuur en in die hoedanigheid heeft hij... Hij was ook onderdeel van NACS. Hij heeft NACS ook heel veel geholpen. En hij heeft voor alle culturen heel veel gedaan. Alida zei, ik moet wat vertellen over hem, maar er is zoveel. Hij heeft gezorgd dat er nationaal en internationaal tekenwedstrijden kwamen. Allerlei culturele uitwisselingen. Hij heeft met de regio Trinidad, Guyana en Frans-Guyana, eigenlijk bijna alle eilanden van het Caribisch gebied, heeft hij een samenwerking gebracht. En er kwamen dan studenten, meestal MULO-scholieren, kwamen daar hier naartoe. En van ons uit gingen de scholieren daar naartoe. De uitwisseling is belangrijk geweest, zodat we leren van elkaar. Kijk, je kan hier in Suriname zijn en dan lees je, je gaat googelen of je ziet wat op televisie. Maar als je echt daar bent of echt met de studenten van daar hier bezig bent, dan leer je veel meer. Alida Neslo, die als icoon ook is opgenomen op de NACS-iconenkalender 2023, deelde haar ervaringen met James Ramlal met het publiek. Ze vertelde dat zij James Ramlal leerde kennen tijdens Carifesta. Ik heb een aantal Carifestas meegedaan. Misschien in het jaar dat jullie moeder geboren werd, ik weet het niet. Maar de eerste heeft wel mijn leven veranderd. En dat was die waar ik meneer James Ramlal ook leerde kennen. En het was de eerste keer dat alle Surinamers, alle Surinaamse bevolkingsgroepen op een podium stonden. En het heette, dat stuk heette Rebirth. En het was van Henk John en Thea Doelwijd. En Wilgo Barend speelde ook een grote rol. Wilgo die ook bij NACS hoorde. En heel veel mensen die er nu niet meer zijn, maar die mijn leermeester zijn geworden. En het gebeurde onder de vleugels, onder de inspiratie van meneer James Ramlal. Het plakkaat is aan het nichtje van James Ramlal, Lalita Adin, overhandigd door de voorzitter van NACS, Siegmien Staphorst.